Jongens, naast me zit Tom Kouwenberg. Peter Bouwman. Dat ben ik dan. En we hebben weer een nieuwe gameplay video van nieuwe of nog niet bestaande games. Is deze game nog niet uit? Deze game is net uit. We hebben het over Mario en Rabbids. Plus Rabbids. Kingdom Battle. Plus Rabbids, Kingdom Battle. Ik wilde gelijk met de deur in huis vallen van wat is dit toch een bijzondere game, Tom? Het is een samenwerking van Ubisoft en Nintendo. Nintendo heeft dat vaker gedaan, maar niet op deze schaal. Dit is echt wel, dit is wel iets waar we natuurlijk mensen naar uit zaten te kijken. Ja, op een gegeven moment is die CEO overleden. En volgens mij was zijn lichaam nog niet koud of de nieuwe CEO ging allemaal leuke samenwerkingen aan. Oh, nee, ze zijn heel eervol geweest met die water. Maar dat... wat? Ze boeken, waar? Eervol. Nee. Too soon, echt, ja? Ja. Maar goed, daarover gesproken, dit is natuurlijk wel minder Japans. Het is veel minder Japans. Ik heb nog nooit een Mario game gezien met zoveel story dan in deze game. Ja, nee, echt. Tekst en zo. Ja, gesprekken. Filmpjes. En expositie. Ja, en ook echt een reden dat er iets gebeurt. Nou, de reden is niet heel erg diep. Maar het is diepgaander dan we gewend zijn van een Mario game. Ja, nou ja, het feit dat er dan al wat verhaal is. Ik bedoel, jij speelt dit. Ik heb het nog niet, ik heb het nog niet gezien. Maar wat mij vooral meteen in mijn ogen prikt, is van dit is XCOM. Dat hadden wij natuurlijk al met de onthulling. En dat was zelfs nog voordat de onthulling kwam. Waren er al geruchten van Ubisoft en Nintendo gaan misschien samen een kindvriendelijke Rabbids Mario game maken. En dat is misschien wel een soort van kindvriendelijke XCOM. En dat is het gewoon. Maar is het kindvriendelijk? Want echt oprecht. Ik vind het een fantastisch spel. Ik doe de review niet. Amador doet de review. Maar ik vind het echt heel erg vet. Alleen, gaan ouders zich niet vergissen in de complexiteit van dit spel als ze het kopen naar aanleiding van, oh, Mario Hoesje, leuk voor op de Switch. Oh, het ziet er kleurrijk uit. Het ziet er kleurrijk uit. Is ook Mario. Die konijntjes zijn irritant, maar mijn kind vindt ze tof. Ja, maar denk je niet dat heel veel ouders zich gaan vergissen in de complexiteit? Het valt toch wel mee. Het principe is een beetje als XCOM, als een soort van bordspel waar je stappen moet zetten en zo natuurlijk. En een keuze, tactische keuzes moet maken. Maar het is wel een beetje de dumbed-down versie daarvan, toch? Ja, nou, het is versimpeld inderdaad. Nee, je hebt dus inderdaad een grote kaart. Daar doen de battles zich ook voor. En je bent turn-based aan het knokken met elkaar. En ondertussen heb je allemaal verschillende wapens en allemaal verschillende power-ups. En ook nog eens de omgeving waar je op moet letten. Want Mario staat nu bijvoorbeeld achter een rots. Ja, ja. Die kan niet geraakt worden. Ja, dat is ook letterlijk als in XCOM met zo'n schildje dat je dan ziet van, oh, dit is half cover, dit is full cover. Ja. Zit er ook een Overwatch-modus in? Weet je wel, dat je een beurt overslaat, maar dan kun je wel iedereen die naar jou toe komt kapot schieten? Nee, Mario heeft wel zo'n soort power-up. Maar het is niet echt een modus. Mario heeft die power-up wel. Die ga ik straks ook nog een keer gebruiken. Oh, mooi. Maar je ziet gewoon dat het een heel strategisch turn-based spelletje is. En je moet de Rabbids gewoon één voor één verslaan. En maar je bent zelf ook Rabbids in Nintendo kleding. In cosplay. In cosplay. Het is trouwens een hele vette move. Je kunt, als je dicht bij een enemy staat, kun je altijd eerst even een tackle doen en dan doorlopen. Dan heb je toch weer extra damage gedaan. Wat dat betreft is het ook wel iets schappelijker dan XCOM. Het is iets, weet je wel, je kunt wat makkelijker naar ze toe lopen. Je krijgt meer stap om te zetten. Het is wat sneller. En ik denk dat vooral, omdat het natuurlijk een Switch exclusive is, ik denk dat heel fijn is om onderweg gewoon even een paar van dit soort potjes te kunnen klappen. Ja, dat is ook wel hoe ze hebben gezegd dat ze het wilden maken. Dat ook dat je dit gewoon in de trein kan spelen. Ik heb best wel veel moeite met heel veel Switch games om ze onderweg te spelen. Ik vind het doodzonde om de Legend of Zelda Breath of the Wild onderweg te spelen. Maar dan is het wel zo'n statement. Hè? Je kunt naar iedereen, naar de wereld uitdragen van, hey, ik ben gewoon op mijn Switch aan het spelen. Ik ben een rijke stinker. Let's go. Ja, en ik was erbij. Ja, ik was er. Ja. Ook Splatoon. Ik heb Splatoon in de trein gespeeld. Het chaotisch. Echt niet te doen. Nee, maar dit is wel echt zo'n spel wat je rustig kan doen. Je kan rustig een beetje kijken welke moves je moet maken. Je kan rustig in je inventory kijken. Je kan rustig... Nou goed, het is turn-based. Dus je hebt gewoon alle tijd. En dat is gewoon wel echt tof. Het is echt nieuw voor de wereld van Nintendo. Ja. Ja, en sowieso ook voor Ubisoft. Ik ben vooral benieuwd waar de variatie in zit. Want je hebt natuurlijk verschillende Rabbids, verschillende Nintendo-personages. Die denk ik ook verschillende wapens hebben. Maar op een gegeven moment, weet je wel, je bent door een aantal werelden heen. Wat trekt je dan terug het spel in? Zeg maar? Nou ja, als je zeg maar goed de wereld wil ontdekken. Kijk, in dit soort stukjes dat je echt aan het vechten bent. Hier kun je niet uit. Dit kun je pas uit als je gewonnen hebt of verloren. Maar vervolgens kun je rondlopen in de wereld en daar zijn best wel veel dingetjes te vinden. Best veel schatkistjes en in die schatkastjes zitten nieuwe characters, nieuwe upgrades, nieuwe wapens. Dat hebben ze best wel tof gedaan. Luigi zijn er veel wapens? Trouwens, ja goed, ik zit nu in wereld 4 van, of level 4 van wereld 1, dus nu nog niet. Maar dat gaan we allemaal zien in de review. Check die heel snel op gamers.nl trouwens. Maar wel bijvoorbeeld, Luigi heeft een stofzuiger, vind ik episch. Oh, nice. Ja, mooie reference. Zijn wapen. Only 90s kids will remember. Ja, echt hè. Dit is trouwens het laatste nieuwe Luigi Mansion uit. Oké. Heeft Mario ook pillen dan? Ja, dit is trouwens ook een hele vette move, want je kan over je vriendjes heen jumpen, waardoor je extra ver kan. Let op. Hoepa! Ja, 10-10. Nu al beter dan XCOM. I know.
Je hebt geen permadeath. Dat vind ik oprecht. Want dat was dus ook een beetje wat meteen in mij begon te spelen. Van, oh, het is XCOM met Nintendo-karakters. Van, wat als Mario nu sterft, ben je hem dan altijd kwijt? Maar dat is natuurlijk niet zo. Hoe had je dat gewild? Ja, I don't know. Maar hoe zit het dan nu? Wat gebeurt er als een personage sterft? Je bent fainted. Je bent gewoon net als een Pokémon. Je bent gewoon fainted. En dan volgende battle kom je weer terug met één helft. Het werkt zo. Je hebt in één level heb je 2 of 3 van dit soort mapgevechten. Maar je hebt wel 1 keer de helft voor al die gevechten. Ah, oké. Okay. Ja, dat tenzij een je beetje een mushroom tegenkomt en jezelf weer kan... Oké. Okay. Dat is goed over nagedacht. Het is wel iets complexer dan alleen maar... Dan alleen maar dood, levend en iets ertussenin. Ja, nee, oké. Okay. Dat is mooi. Dat is best wel slecht van mij, want ik had met hem misschien meer moeten doen. Maar oké. Okay. Ik laat Mario gewoon het dirty werk doen. Kijk, kun je dus weer over iemand heen lopen en dan bied ik hem. En dan ga ik gewoon nu een dubbelkill maken. Je ziet het. Oké. Dubbelkill, alles. Dubbelkill. En nu kunnen we dus gaan schieten en dan komt het goed. En volgens mij heb ik ze dan allemaal verslagen in dit level. En dan gaan we naar de volgende. Want de volgende is een eindbaas. Die is wel echt complex. Maar er zit er dus ook gewoon een eindbaas in. Ja, dit is mijn eerste tussenbaas. Oké. Kijk, hier zie je ook hoe je het gedaan hebt. In dit geval. Perfect. Perfect. Ja, mooi. Nou, en als je dan hier kijkt, dan zie je dat je gewoon de open wereld in kunt, als het ware. Maar laten we eerst even gaan upgraden van wapens. Dat is belangrijk. Ja, want je hebt een wapenselectie, Wheel. Hier, ik heb de Honey, de Rumblebee. Oh my god, dat is hell in a shell. Ik ben nu al fan van de schrijver van al deze Fuchsia Fury Red. Mijn Rainbow Peach Runner? Rabbit, oh my god, leuk. Ik ga Peach nu gebruiken. En de Turbine voor Luigi Rabbit. Hoppa, kost muntjes. Het heeft ergens iets heel erg Nintendo-ish, maar ook zo niet. I know. Weet je, als statistieken in beeld, veel verschillende opties voor wapens en dergelijke. Dat is niet iets wat je gebruikelijk bij Nintendo ziet. Nee, precies. Ik vind dat ook tof. Ik weet niet. Hier heb je trouwens wel, dus ik ben nu weer helemaal levend. Want er komt namelijk een eindbaas, of een tussenbaas. We zien hier Luigi voor het eerst in de game. Dus het is level 4 ongeveer. Dus ik zit nu ongeveer 1,5 uur in de game. Ik blijf het mooi vinden dat je gewoon een mushroom hebt en dan weet je van, oh, er gaat nu iets komen. Ja. Dat is de typische game trope. I know. En je ziet dit character, die rabbit hier rechts met het brilletje, daar draait het een beetje om het verhaal. En je ziet wel, dit is wel echt niet Nintendo, maar toch ook weer wel. Dit is het inderdaad, het is heel erg hybride. Ja, het zit er heel erg tussenin. Nintendo zou dit ook gedaan hebben, een leuke cinematic, maar het is net anders. I don't know. Ja, het is net wat gekker. Kijk, dat zijn de rabbits, hè. Dat nemen de rabbits mee. Ik vond de rabbits trouwens altijd heel irritant. Ik vind ze in deze game wel passen. Het heeft er een beetje Pie Rabbit Plant. Nice. Fireweed. This weed fire, man. Nou goed, hier hebben we de eerste midboss, de eerste tussenbaas. Enorm grote map met hoogteverschillen. Die hoogteverschillen zijn ook van belang. Want als je hoog staat, ben je beter. Dus don't do it, Mario. I have the high ground. Ja, I know. Ik heb Mario stuur ik ook direct naar boven. Dat lijkt me wel verstandig. Want dan maakt hij in ieder geval een beetje kans. En het leuke is, je hebt hier ook een soort van vuurtonnen die je kapot kan schieten. Dan ga ik, als het goed is, Peach nu laten doen. Of wat tenminste, is het in de wereld van games dat er overal altijd explosieve tonnen staan? Know, een soort van... Ja, wie zet die dingen dan neer? Wie vergeet ze daar? Ja. Waar waren ze voor? Gewoon. Ik vraag me dat wel eens af. Wat doen al die tonnen daar? En die hoogteverschillen zijn heel tof, want daardoor kun je best wel een eindje travelen. Dat is wel echt... Ja, het helpt dat ze de game natuurlijk wel iets mobieler hebben gemaakt. Kijk, in XCOM was deze move met Peach maken gewoon 6 beurten, weet je wel. En dan was je ondertussen al 2 keer gestorven door nieuwe aliens die binnenkomen. En permadeath. Ja, en permadeath. Dan ben je al kwijt. Dit is dus een upgrade van Peach. Dan kan ze dus even een schild hebben en dan... Kun je de rabbit zelf cosplays laten kiezen? Of zit je met een vast... Oké, want dat niet kennen. Nee, I know, maar dat is juist natuurlijk ook een beetje de kracht van XCOM. Dat je een beetje je eigen soldaten kan maken. Dan kun je zeggen, oh, dit is Peter, dit is Daniel. En dan ga je die het veld insturen. Dit blijven gewoon de rabbits. Ja, de rabbits en Nintendo properties. Ja. Ja, dat, ik vind dat Nintendo gaat ook maar zo ver met het uitlenen van hun stuff natuurlijk. Ja. Het is trouwens wel een super heftige eerste baas, vond ik. Want ik heb hem de eerste keer verloren. Dus ik ben nu een filmpje aan het laten zien dat we zeg maar wel gewoon gewonnen hebben. De magic. De magic van televisie. Ja, hoppatee. De magic van Let's Plays, mijn mensen. YouTube content. Ja. Zullen we nou ook gewoon doen alsof jij live aan het spelen bent, terwijl dit gewoon vooraf is opgenomen? Nee, dat doen we niet. Maar we zitten gewoon gezellig in onze radiohoekje, zitten waar gewoon te praten over wat ik heb gespeeld. Dat is ook beter. Kijk, zij heeft nu een schild, dus ja, dan krijg je bijna geen damage. Het is wel echt super fijn. En ik hoop ook wel dat die diepgang, dat die nog verder gaat. Maar goed, je krijgt nieuwe characters, dus dat zal wel. Ja, en natuurlijk upgrades voor wapens en characters zelf natuurlijk. Dus precies. Dat is, Ja, wat ik net vroeg van die diepgang, ik krijg wel het idee dat kan zeker allemaal komen. Maar denk je dat het afwisselend genoeg is?
Ik hoop het. Als ze wat verschillende werelden hebben, en dat is natuurlijk wel altijd een beetje Nintendo's vocht geweest. Ja, Ubisoft misschien iets minder, maar gewoon werelden zijn vaak gewoon significant verschillend van elkaar. En het springt echt. Het is heel uiteenlopend altijd. En dan denk ik van dat kan Nintendo goed. Ja. En Ubisoft misschien iets minder, maar ze hebben genoeg werelden om iets leuks mee te kunnen doen. Ja, en vooral het feit dat het Rabbids en Nintendo bij elkaar is. Dat is bizar. Het is eigenlijk best bizar. Hier ben ik een beetje aan het puzzelen of dit allemaal lukt, maar het lukt dus niet. Dus ik ga gewoon naar de andere kant toe. Gewoon, speel op easy, hè? Dat is niet, ik heb niet op easy gespeeld. Nee, maar ik bedoel een beetje laid back. Als ik één ding geleerd heb van XCOM, dan is het nooit... nooit rushen. nooit rushen, want zo verlies je alles. Ja, nee, dat is absoluut waar. Dus af en toe moet je gewoon eventjes nadenken. En het fijne is dat die tijd krijg je ook in het spel. En ik denk dat het... Ik vraag me wel af hoe dit voor Mario-fans is. Ik ben maar echt fan van de platformers. Hoe is dit voor Rabbids-fans? Zijn ze er nog? Bestaan ze nog? Hoe is het voor Rabbids-fans? Nou, vooral weinig bewegen met Wii-remotes. Ik moet zeggen, de Rabbids in hun hoogtijdagen waren ergens een beetje irritant. Maar soms hadden ze ook wel... Weet je, de balance board game was fantastisch. Ja. Dat waren leuke partygames. Hoe kut voelt Rayman zich? Ja, Rayman is gedicht. Hoe kut voelt Rayman zich? Zullen we voor Rayman een soort waken houden? Ja, inderdaad. Vooral nu de Rabbids, zeg maar... Eerst laten de Rabbids Rayman al gaan ze voor hunzelf. Nu gaan ze samenwerken met veel grotere, iconische personages uit de game-industrie. Ja. Rayman is, dude, the guy is holding a grudge. Ja, hier kun je dus, dit is altijd fijn, die extra move dat je eerst een beetje damage kunt doen door er overheen te lopen. Of door te lopen, en dan kun je nog schieten. En dan hopen we dat we deze dood maken. Bam, ja, dat kan ik gewoon. Dat doe je gewoon. Dat doe ik gewoon even. Ze sterven ook niet echt, maar ze worden een soort van opgebeamd of zo. Ja, dat is wel onvriendelijk. Dat is best wel leuk aan de story in het begin van de game. Je bent een of andere hacker chick die dan in deze wereld belandt met rabbits. Het is een heel vaag soort... Ik denk dat jij het een heel leuk verhaal zou vinden qua vaagheid. En oh, het is natuurlijk super trippy en psychedelisch. Ja, dat weten we. Dat verwachten we inmiddels van Ubisoft en Nintendo. Ja. Nou, van Nintendo ook? Ja, Nintendo is soms vrij existentieel over sommige dingen. Dat is echt bizar. Okay. Ik kan me nog herinneren dat in de eerste Mario Party, dat er op een gegeven moment echt zo... Als je faalde, was er een of ander gedicht van... Ja, het maakt toch allemaal niks uit, het hele leven. Zo, wow, Nintendo. Calm the fuck down. Ja, echt hè. We willen het doen, ja. Ja, we hebben iets vooruitgespoeld, omdat het gevecht duurt heel lang. Het is een epische eindbaas. Of Peter is gewoon heel slecht. Het ligt maar net aan hoe je het bekijkt. Ik was wel... Nou, ik weet niet hoe goed ik ben trouwens. Ik kan wel gaan doen alsof ik goed ben, want dan ben ik vaak helemaal niet. Maar alle kleine rabbits zijn verslagen en we moeten nu gewoon die piranha plant moeten we gewoon doodmaken. Doodmaken? Doodmaken. En dan moet je wel een beetje risico mee nemen. Weet je, ik heb gewoon het idee dat Mario dit niet gaat overleven. Toch die permadeath die weer terugkomt. Oh, hij gaat ook heel edgy dichtbij zo'n explosief vat staan. Sure. Ja, maar op een gegeven moment moet je. Maar nu heb ik dus een power-up dat je hier gewoon even kan schieten zodra er iemand op je afkomt. Oh, dit is dus de Overwatch modus, basically. Ja, vet. Ja. Maar goed, hij gaat ook achter zo'n ding staan. Dat is ook niet slim. Nee. Oh, immuun? Ja, okay. Dat had ik aangezet. Ja, oké. Dus er zijn je kunt met verschillende power-ups, die dan denk ik ook opgaan, consumables, immuniteiten. Ze hebben tijd nodig om te herladen. Ja, oké, er zitten cooldowns op. Maar goed, er zijn dus immuniteiten en elementen en dergelijke. Dus dat is wel interessant. Oké, dit is wel echt, die sprongen zijn wel echt super dope. Ja, die zijn cool. Maar Peach zit in de game. Luigi zit in de game. Maar er zitten dus ook Rabbit-versies van. Ja, en Yoshi zit in de game. Ja, oké. En ook een Yoshi... Rabbit. Volgens mij, dat weet ik dus niet. Volgens mij dus niet. Maar dat Do they draw the line? En een Donkey Kong Rabbit, dat ik weet. Echt? Ja, dat is die ene die ook op E3 en op Gamescom heel groot stond natuurlijk. Ja, precies. Zijn in de trailer zat hij. Maar ik ben wel benieuwd. Of als ze dit verder gaan doen, weet je wel. Denk aan DLC of denk of als dit een groot succes is in de verkopen, dat ze hier een vervolg op maken of een uitbreiding of whatever. Zou er een vervolg op komen? Ik weet niet. Ik vind het voelt zo als... Het zou wel een statement zijn als dit werkt. Want dan gaat Nintendo vaker IP's uitlenen. Ja. En dan gaat het grote speculeren beginnen. Ik denk wel dat het werkt, hoor, heel eerlijk gezegd. Ja, ik denk het ook wel. De hype was aardig aan. Ja, de hype was behoorlijk aan. Zo, dan moest ik volgens mij eventjes een kopje thee halen. Zo fijn dat kan in deze game. Ja, dat is ook zo. Weet je, dat ga je in Splatoon niet zien. Dan ben je gewoon je game kwijt. Ja, dat is waar. Bam! Ja, we hebben hem bijna, hoor. Hij is bijna verslagen. En dan komt er nog een grande finale epischheid. En dan ga ik echt verder in de game. Want ik ben nog niet verder in het spel dan dit stuk. Ik heb niet vooruit gespeeld. Achteruit gespeeld. Ik blijf het tof vinden dat de piranha plant dus ook Rabbit en Nintendo is. Ja. Alles is... Het is een soort guru, een soort shamaan in een piranha pak. Ik ben down. Dat klinkt fantastisch.
Dat is letterlijk een soort van hoe ik wil zijn. Een soort bedrijfsherbalist en dan... Echt? Fireweed. Ja, okay, ik moet zeggen, de piranha plant heb ik altijd tof gevonden. Ik wil nog wel een keer een... Hoe is daar nog geen amiibo van? PD Piranha. Deze game heeft trouwens geen amiibo, right? Nee, dat is een beetje raar. Het zijn Ubisoft collectibles, ze lijken op amiibo's, maar het zijn het niet. Ja, dus ze hebben ook een heel klein basisdingetje, maar daar zit dus geen NFC-chip in. Nee. Maar dat is wel... Ja, dit zou echt gewoon prima amiibo kunnen zijn. Zeker weten. Dat is zeer... ik bedoel, als Nintendo iets graag doet, is het natuurlijk al uitrollen met amiibo. Ja, maar goed, het is niet van hun, hè. Het is voor de helft van de Rabbids, dus ik weet ook niet hoe dat werkt. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat zit met de rechten en de... Ja. Nu gaat Peach even de genadeklap uitdelen. Komt hier, let op. Bam! To the face. Maar een eindbaas is nooit echt dood, tenzij die ook dood gaat in de cutscene daarna. Hij verdween? Nee. Dat denk jij. Oh my god. Ik hou van deze Peach. En nu is hij dood. Ja, tuurlijk. Zo werkt dat. Jongens, dit was Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Onze eerste ervaringen ermee. De game is er net uit. Hij ligt in de winkels voor de Nintendo Switch. Tom, eerste indruk? Erg mooi. Leuke IP. Crossover. Ik ben benieuwd. Ik wil hem zelf ook gaan spelen. Nou, helemaal goed. Dan mag je hem lenen als ik ermee klaar ben. Jongens, bedankt voor het kijken weer naar deze super vette gameplay video van Gamers.nl. En mocht je meer willen weten over Mario en Rabbids Plus, Mario plus Rabbids Kingdom Battle, dan kun je natuurlijk alles vinden op gamersnet.nl. Tot later. Doei.